In deze video ga ik het met jullie even nog hebben over figuur en tekstopmaak en ik ga ook even de verschillende weergavemodussen van Impress aanhalen. Waar ik mee wil beginnen is de tekstopmaak. Jullie zien in deze dia dat de titel wel mooi is in de weergavemodus, maar als ik de presentatiemodus start, dan ga je zien dat de titel bovenaan eigenlijk niet zo fris en niet zo duidelijk is. Dus deze ga ik aanpassen. Daarvoor ga ik eerst het lettertype aanpassen. Ik selecteer mijn vak, kies de rechtermuisknop teken en ga dan zorgen dat de kleur van het lettertype niet meer groen is, maar zwart. Zo. Ik zet omtrek uit en ik ga het onderstrepen ook weghalen. Zonder. Ik ga eens even kijken naar het lettertype. Dat ziet er goed uit. Standaard 54 punt groot. Ik ga het ietsje kleiner maken. 48. Kijken of dat mooi overkomt. Oké. Ja, dat ziet er goed uit. Het schaduweffect zit er nog steeds in. Nu wil ik toch dat de titel iets duidelijker uit mijn dia naar voren komt. Dat kan ik doen door het vlak zelf even op te maken. Rechtermuisknop, vlak. En dan kan ik gaan bepalen of dat vlak bijvoorbeeld nog schaduw zou mogen krijgen en in welke kant dat zou zijn. Door hier de zijde te kiezen eventueel. Maar ik zet schaduweffect uit. Ik wil even laten zien dat we een kleurovergang kunnen maken. Ik heb al ooit een eigen kleurovergang gemaakt, deze van het lyceum. Ik zal dat heel eventjes laten zien hoe ik dat gedaan had. Dus ik had een bestaande kleurovergang gekozen, lineair blauw-wit. Maar ik heb het blauw vervangen gewoon door groen. En dan heb ik de kleur bewaard. Op het moment dat je dan oké drukt, gaat hij zeggen die kleurovergang is nieuw. Wil je die gaan wijzigen, dus de blauw-wit gaan wijzigen in groen-wit, of wil je er eentje gaan toevoegen? Ik heb toen gekozen voor toevoegen en ik heb die de naam Lyceum gegeven. Ik kies OK en mijn vlak is ingekleurd. Nu is het nog mooi om hier een extra fijn randje aan mee te geven, dus dat doe ik in één weg. Rechtermuisknop lijn en ik kies als lijn een continue streep van kleur grijs, breedte 0,10 cm. OK. En ik ga eens eventjes kijken welk effect dat geeft. Dat ziet er proper uit. Dus als ik de presentatie start, komt dat mooi uit. Nu zie je dat in de tweede dia diezelfde opmaak nog niet is. Ook de derde dia is nog niet aangepast. Ofwel doe ik dat dia per dia, ofwel gebruik ik de functie die jullie in Writer ook al geleerd hebben. De functie voor het kopiëren van de opmaak. Dat doe ik als volgt. Ik selecteer het vlak dat ik wens te gebruiken. Ik druk bovenaan op Paintbrush opmaken, het verfkwastje. En dan zal mijn cursor veranderen in een verfpot. Die verfpot kan ik gebruiken om op de tweede dia het vlak te gaan kleuren van wat is internet. Een beetje hoger, dan zie ik dat ik het vlak aangeduid heb. Je ziet wel dat nu het verfpotje weg is. Dat komt omdat ik niet gedubbelklikt had op dit icoontje. Dat kan ik ook doen. Dus als ik dubbelklik op het icoon, dan blijft mijn verfpot bereikbaar. Ga ik naar de derde dia en dan ga ik die van Game Consoles ook nog eventjes klikken. Dan is alles afgewerkt. Als ik nu de verfkwast even uitzet, zou op de drie dia's de titel hetzelfde moeten zijn. Voilà. We gaan eens even kijken welk effect dat geeft. Zo. Dat is nog een overblijfsel. Wat is internet? Dus de titelopmaak is nu in orde. Wat ik ook nog kan aanpassen is de opmaak van een figuur. Ook hier, als ik de figuur selecteer, kan ik met de rechtermuisknop diezelfde dingen gebruiken. Lijn geeft mij een omkadering. Vlak geeft mij opties om het vlak zelf nog te kleuren. Wat ik heel vaak gebruik bij figuren is een lijn in het samenspel met het schaduweffect. Ik zal hier eens eventjes een continue lijn kiezen en kies daarvoor een witte kleur. Maak hem een beetje dikker, breder. Ik druk OK. Je ziet de witte rand nog niet goed, maar ik ga er een schaduweffect bij voegen. Rechtermuisknop op de foto, vlak, en nu kan ik hier bij schaduw een schaduw gebruiken. Hij stelt zelf als kleur wit voor, dus dat komt in mijn geval niet zo goed uit. Dus ik ga er een grijs tint bij kiezen van 0,20 cm dikte. We kiezen de schaduw rechtsonder. Oké. We gaan eens eventjes kijken en volgens mij geeft dat al een strakker 3D effect. Je kan uiteraard dat nog zwaarder laten uitkomen door te kiezen voor vlak, schaduw en hier de afstand nog groter te maken. Oké, dan lijkt het alsof de foto echt zweeft.
Dat zijn mogelijke dingen die dat je kan doen als opmaak voor een figuur. Hetzelfde bijvoorbeeld met de grafiek. Die kan je op dezelfde manier gaan opmaken. Wat dat ik je nog wil laten zien, is dat je foto's ook van schikking kan aanpassen. Stel dat ik hier een foto toevoeg, en ik doe dat via de knop beneden, uit bestand. Je kan ook kiezen invoegen, afbeelding, uit bestand. Dan kom je op dezelfde plaats terecht. In dit geval wil ik een Facebook foto toevoegen. Ik druk openen. Hij gaat deze foto inladen in de huidige dia uiteraard. En je ziet dat die foto, die ik als laatste geopend heb, ook altijd bovenaan zal liggen. Je ziet, hij komt altijd boven de andere foto terecht. Wil ik nu zijn opmaak gaan veranderen? Ik zal nog eens eerst proberen de opmaak te kopiëren. Dus deze opmaak, ik selecteer hem. Pak het verfkwastje en druk op de Facebook-foto. En je zal zien dat de Facebook-foto dezelfde witte omranding en schaduweffect heeft. Een tip om foto's te vergroten, zowel in Impress als in Writer, is het gebruik van de Shift-toets. Als ik een vulgreep vastneem en ik gebruik geen shift-toets, dan zie je dat ik de verhoudingen helemaal kan negeren. Dit wil ik echter niet, dus ik doe ongedaan maken. Nu ga ik datzelfde doen, maar met de shift-toets ingehouden en je ziet dat de foto veel groter wordt, zowel in hoogte als in breedte. Nu wil ik het volgende effect bereiken, dat ik deze foto iets naar beneden plaats en deze foto zou erachter moeten komen. Zo, maar dan achterin. Dat kan ik doen door de schikking aan te passen. Rechtermuisknop, schikking, en hier kan je bepalen of een foto of een object vooraan, naar voren kan gezet worden, naar achter of helemaal achteraan. In dit geval is achteraan of naar achter uiteraard hetzelfde, want er ligt maar één object in de buurt. Dus ik ga het eventjes naar achteren doen en dan ga je zien dat de foto's elkaar nu overlappen, zoals ik het van plan was. Er is nog één ding wat ik jullie wil laten zien en dat is het verplaatsen niet van foto's, maar het is het herschikken van dia's. Dat kan eenvoudig door een dia vast te nemen in de dia-weergave en gewoon te verslepen naar een nieuwe locatie. Je ziet dat het nummertje dan verschijnt. Ik ga één dia verslepen en ik zal hem nu eens eventjes verslepen tussen 1 en 2 in. En dan zal je zien dat hij de volgorde gaat omtoveren. Dus eerst de eerste slide, dan eigenlijk nummertje 3 en dan nummer 2. Je ziet dat dat heel eenvoudig kan, zonder dat je moet gaan kopiëren of knippen plakken. Als laatste moeten we het nog even hebben over de verschillende weergavemodussen. Waar dat je tot nu toe in gewerkt hebt, noemt men de tekeningmodus. Je ziet dat bovenaan aan het tabblad. Daarlangs heb je een overzichtsmodus met eigenlijk alleen de platte tekst als weergave. Je hebt ook een notitiemodus die je heel veel kan helpen wanneer dat je aan de presentatie bezig bent. Je kan je eigen notities per dia noteren. Maak je gebruik van een dubbel scherm op jouw computer, bijvoorbeeld één naar het scherm toe en één naar een projectie of naar een beamer, dan zie jij deze notities op jouw scherm, terwijl de kijkers alleen de presentatie te zien krijgen. Je kan het zien als een soort van speakbriefje. Je kan dat heel eenvoudig gaan aanvullen. Dus hier bijvoorbeeld is nog geen notitie bijgevoerd. Je kan hier klikken in dit vak. Je ziet het niet zo goed. Het is eventjes weg, voilà. Maar je kan gewoon beginnen typen. Mezelf even voorstellen. En waar moet ik nog aan denken als ik deze dia laat zien? Ik geef een korte inleiding over mijn voorkennis van het internet. Voilà. Nu weet ik dat deze tekst zal geprojecteerd worden voor mij op het scherm, maar niet voor de mensen in de zaal. Ik kan de mensen in de zaal ook handouts gaan meegeven. Dit zijn een zestal dia's in een overzichtelijke manier op een blad. De diasorteerder is een andere manier om de dia's voor te stellen, zodanig dat je heel gemakkelijk weer in kan dia's van plaats verschuiven. Ik ga deze dia nu op zijn plaats laten staan. Bij de handouts had je misschien nog even gezien dat er mogelijkheden bestonden om kopteksten, voetteksten, paginanummertjes toe te voegen. Die kop- en voetteksten die bepaal je via beeld, kop- en voettekst. Ik ga naar het tabblad notities en handouts en ik moet wel de koptekst nog activeren. Bijvoorbeeld de naam van de presentatie, presentatie internet. Een datum en tijd wordt voorgesteld.
Je ziet dat als ik het uit- of aanvink, dan verandert de opmaak in het voorbeeld. Ik kies datum en tijd. Ik wil er een voettekst bij. En ik geef daarbij mijn afkorting, zodat iedereen duidelijk ziet dat het mijn presentatie is. Maar ik wil ook dat de mensen een paginanummer onderaan de pagina krijgen. Ik kies op alles toepassen. En deze tekst zal ingevuld worden als we een voorbeeld opvragen. Maar zo dadelijk komt daar meer over.